Wie ligt er in graf 49 op de Nederlands hervormde begraafplaats van Tull en ' t Waal? Het ruim 66 jaar oude mysterie gaat waarschijnlijk opgelost worden. Het graf is vanochtend onder toeziend oog van burgemeester Lamers van Houten geopend door de Bergings- en Identificatiedienst van de Landmacht. Adjudant Geert Jonker heeft concrete aanwijzingen dat in het sobere graf het lichaam ligt van een soldaat. Na de slag om Arnhem, die zich afspeelde grotendeels natuurlijk in het dorp Oosterbeek, zijn er bij de terugtocht van de divisie over de Rijn, dus naar de zuidelijke oever, zijn er veel mensen verdronken. Wij hebben dus het vermoeden dat het hier gaat om een vermiste van de eerste Engelse Airborne Divisie. De drenkeling had toen hij gevonden werd alleen ondergoed en legerkistjes aan. Ook had hij een kogelgat in zijn rug. Na een sobere plechtigheid wordt de man begraven achter de kerk. Als kleine jongen was Kees Oostrom daarbij. Dat het graf vandaag weer open gaat is voor hem een emotionele gebeurtenis. Jawel, dat blijft constant binnen het vuur zitten. Dat heb je intensief meegemaakt en regelmatig maak je dat nog mee. En ik leef er toch, het zit op je netvlies en dat blijft er toch op zitten. Die hele oorlog gebeurde. Het is overigens niet voor het eerst dat Oostrom het graf geopend ziet worden. Het gebeurde ook al kort na de oorlog, zo blijkt uit onderzoek van adjudant Jonker. De Britse graven is hier in 1945 of 46 geweest, dat weten we niet precies. We kunnen daar geen documenten meer van vinden. Maar er was op dat moment schijnbaar geen voldoende aanleiding om ervan uit te gaan dat het om een Brit ging. Oostrom weet wel waarom. Hij kan zich nog precies herinneren wat de vinders hem vertelden toen ze vanaf de dijk met een kar met daarop de drenkeling Tull en ' t Waal bereikten. Hij had een ringetje om zijn vinger met een koninginnenkop. Dus ja, een geallieerde militair die zal geen ringetje om zijn vinger gehad hebben, denk ik. Die ringen werden van ijzerdraad en dubbeltjes gemaakt en waren een teken van vaderlandsliefde. Nu het graf open is, moet de ring ook weer opduiken, denkt Oostrom. De nationaliteit van de drenkeling is niet eens het belangrijkste van de hele operatie, vindt Jonker. Het lichaam moet linksom of rechtsom een naam krijgen. Dat is iemands vader of dat is iemand soms nog iemands partner. En zolang die generatie nog leeft is het verschrikkelijk belangrijk dat we dit blijven doen. Sterker nog, de Nederlandse overheid heeft daar ook gewoon de verdragen van Genève voor ondertekend. Dat is de reden waarom we dit na al die jaren nog steeds doen. De komende maanden worden de botten onderzocht in een speciaal laboratorium in Soesterberg. Als uiteindelijk blijkt dat de stoffelijke resten van een Britse soldaat zijn, blijft het graf wat Oostrom betreft voortaan leeg. Al die militairen die eigenlijk langs de rivier liggen, die horen eigenlijk op een oorlogskerk bij de kameraden thuis. Ondanks dat ze die graven goed onderhouden worden en dergelijke dingen meer, maar ze horen eigenlijk bij de kameraden thuis op die grote oorlogskerk. Daar horen ze eigenlijk thuis.